Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag deel 2 van de Ludmilla's. Ik heb hier een Pico Ludmilla uit Tsjechië. En een Pico Ludmilla uit Tsjechië die iemand voorzien heeft van Raylion bestikkering. Ik weet dat er een Roco versie is van Raylion. Maar die heb ik niet. En deze heb ik hier wel staan. Iemand heeft hier een eigen paintjob van gemaakt. En ik heb van hem andere paintjobs gezien. Ik denk dat dit een eerdere test is geweest. De Tsjechische staat hier. Heeft alleen aan deze kant licht. Maar alles voor de verlichting zit er wel in. En hij hobbelt een beetje. De Roco, nee de Roco, de Raylion. Hobbelt ook, rijdt van de rollenbank af. Hobbelt niet zo erg als hij goed op de rollenbank staat. Maar heeft geen verlichting. Ik zit erover te denken om... Nou, laat ik dat eens laten zien. Zo, je haalt hier het middenblok uit. Daarna komt de kap los. Je hebt hier nu een frame wat je los kunt halen. Binnetjes eruit, zo. En nu heb je de onderdelen van de locomotief. Met de motor en een los onderstel. Ik zit erover te denken om misschien hier twee motoren in te zetten. Hoewel ik denk dat hij nu al krachtig genoeg is. Maar ik wil in ieder geval de buffers van deze overzetten. De verlichting wil ik overzetten. En ik wil de... hier bij deze. Die ontbreekt... Een pin om er iets aan te hangen. Dat wil ik ook over gaan zetten. En dit middenstuk waarschijnlijk ook. Want deze hier rammelt. Zit ook verkeerd om als ik naar het origineel kijk. Zodat ik mijn Raylion variant wat mooier heb. Dat het in ieder geval mooier is om naar te kijken. En deze toch nog originele Pico ga ik daarvoor een beetje minder mooi maken. Hoewel, ik zie dat hier nu ook dit rammelt. Ik ga eens beginnen met hier ook het onderstel eruit halen. Kap eraf en wegzetten. En kijk, hier zit een verbinding aan beide kanten. Met zo, met deze platen. Zo, deze hebben hier ook onderin weer een verbinding met de onderstellen. En daarmee wordt de stroom opgepikt en de motor zit weer vast op dit onderstel aan de wielen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de stroom van het... Van het spoor ja, via dit onderstel uitkomt bij de verlichting hier. Het feit dat hier een weerstand zit aan beide kanten doet mij vermoeden dat hier wellicht een led in zou kunnen zitten. Maar als ik het zo zie, het ziet er meer uit als een oude gloeilamp. Ik ga even kijken welke van deze twee het wel doet en welke niet. Het is vrij makkelijk met... Mijn losliggende draden. Eens kijken. Eentje moet hierop. De andere moet hierop. Nou, deze. Is wel heel geel. Nee, dit is duidelijk een led. Een hele gele led. En hier. Deze is niet meer goed. Oeh.
Ik gebruik wisselstroom. Dan hoef ik niet te kijken wat de polariteit is. Maar hier zit dus een hele gele led in. Die is helaas defect. Kijk. Die is wel te vervangen. Ik denk niet dat ik zo'n gele led heb. Dat zal even zoeken worden. Even kijken of naar de weerstand of dat allemaal in orde is. Maar dat zijn kleinigheidjes. En ik ben benieuwd. Ja, tussen de onderstellen is eigenlijk geen verschil. Behalve de kleur van de motor. Oh, en deze is... De nieuwere is niet ontstoord, zie ik. Hier zit nog een grote condensator op. En er schiet nu een pin los. Waar zou die? Die hoort hierin te zitten. Zo. Deze is voor de ruisonderdrukking. Die ontbreekt hier. Die is er al vanaf gehaald. Eens even kijken hoe ik dit ga doen. Het was even zoeken in de bak met oude onderdelen. Maar ik heb een gele led gevonden. Twee. Die als je er iets meer stroom op zet, mooi oranje wordt. Dus die zit hier nu hierin. En als ik nu... Kijken hoe ik dit ga doen. Deze hierop. Deze hierop. Dit is de... Kom. Dit is de originele, of de originele zoals ik hem aantrof. En... Kom. Deze is degene die ik gevonden heb. En hij is wat minder fel. En op camera ziet het er wat minder goed uit dan bij mij voor mijn neus. Dus het verschil wat minder groot. Ik denk dat dat voor nu even goed genoeg is. Dus dan heb ik hier weer een frame. En deze led is kapot. Waarschijnlijk een keer kortsluiting. Gezien hoe de bedrading zat, vermoed ik dus dat de volledige voltage van de baan er een keer op is komen te staan. Ik heb wel het idee dat deze wat beter loopt dan de oude, maar het onderstel hiervan is grijs, dus ik heb het zwarte onderstel nodig. Nou hoop ik, verwacht ik, denk ik, dat dat met twee schroeven aan elk van de onderstellen opgelost is. Even kijken, hier loopt de motor, drijft deze tussenas aan. En die drijft deze as aan die hier door het midden heen loopt. Wielen zitten erop geklikt en hier zitten twee wormwielen op. Dus de twee worden twee wielen aangedreven en de middelste zit er als dummy tussen. Zit hier vast in de, onderkant. Deze kleine jongens, daar gaat hij alweer. Zitten dus hierin, in deze gleuf. Dat zijn de schroefdraadjes, de moekeren om de schroef in te draaien. En ik ben heel blij dat ik niet meer op beton sta te werken, maar op wat hardboard en verder een houten vloer. Want ik heb ze al twee keer moeten zoeken op de grond. Nou, dit is het motorblok. Onderstel vervangen. Rijdt verder prima. Met zijn herrie. Ik ga deze dadelijk nog even los in elkaar zetten. Hier ga ik ook nog even deze haak verwisselen. Want ik wil deze haak hierop. Want of ik moet dit ding los zien te krijgen, maar daar wil ik eigenlijk niet aan beginnen. Dan is het een kwestie van alles weer assembleren. En als ik hem analoog hou, ben ik dan klaar. Dit blok, dat was een kwestie van de schroef aan het draaien. Dus die is goed vast. Die hoort hier niet. Om dit allemaal weer in elkaar te zetten, is het van belang dat deze hier, ja, is die een beetje te zien, dat die recht staat, want deze uitspanningen moeten daar precies omheen vallen. Zo. Zodat dit, dat hier een draaibeweging komt. Doe je dat niet, zit die ernaast, dan merk je dat die moeilijk door de bocht heen kan. Dat die gewoon niet lekker loopt. Dus met deze, die staat recht. Zo. Die zit goed. En nu hier. Die gaat lekker.
kiezen? Weet ik niet. Volgens mij is dat beter. Goh. Ik doe ze even los. Dit is ontzettend lastig in elkaar zetten. Want nu moeten dus deze verlichting bakken erop. En daarmee beweegt alles. Dus als je dan in ieder geval één kant vast hebt zitten. Het scheelt weer. Nou, deze staat schots en scheef nu. Kom. Zo staat hij recht. Die zit goed en nu kan ik dit eindstukje opzetten. Zo. En zolang als deze eindstukjes erop blijven zitten, gaat hij nergens heen. Kant licht. En nu ook aan deze kant licht. Dat is mooi. Ik heb alleen het vermoeden dat die voorheen andersom erop zat. Dat is interessant, want ik zag namelijk een gloed van dat gat hier zo naar de bovenkant. Die moeten zo. Nee, zo wil ik hem niet. Oeh, spannend. Dat is 1. Zo. Omgedraaid. Ja. En nu rijdt hij op die kant op en gaat daar de lamp branden. Dat is mooi. En aan de andere kant gaat bijna goed. Deze knippert wat gek zeg. Nou, dat doet hij daar ook. Ik vermoed dat de motor zoveel ruist dat de leds ervan oplichten. Is jammer. Wel ga ik nog even. Dat ga ik namelijk niet kunnen verhelpen. Ik doe hier wel even een donker. Plakbandje overheen, zodat het iets minder naar binnen toe straalt. Dan kan de kap erop, dit ding er, deze erin en dan heb ik er 1 af. De tweede is gewoon losse onderdelen bij elkaar zetten, dat zal wel lukken. Ik zat nog te denken, als ik daar nou de motor wel uithaal, dan kan ik hem in opzending laten rijden. Of met dubbeltractie. Ik zat even te zoeken of dat wel eens gebeurde, maar ik kon alleen maar een geval vinden van 2 van zulke Ludmilla's die een ICE3 trokken. Maar dat was ik toch niet helemaal van plan op mijn spoorbaan. De rubberen buffers zijn erover gezet. Nu is het een kwestie van, als het goed is, kap erop. Die iets
strakker zit vanwege mijn soldeerwerk. Zo. Zo. Zo, dat is één. En dan dit blok. Als je het op de goede manier erin doet, is het meteen klik. Als je dat op niet de goede manier doet, is het niet meteen klik. Klik. Zo. Ligt aan deze kant. Ligt aan de andere kant. Geen schijnsel in de cabine. Met deze gaan rijden wil ik eigenlijk niet. Want dan moet ik mijn baan even omzetten. Dan moet ik veel doen met kabels. En aangezien die analoog is. En ik hem niet ga digitaliseren. Is dit het einde? Wat mijn rest is. Die andere nog even in elkaar gaan zetten. Dat ga ik niet opnemen. Maar is zo gedaan. En dat is dan ook meteen het einde van de twee afleveringen van de Ludmilla's. Nee, Ludmilla's. Ludmilla's. Kijk, hoe vaak ik dat al niet opnieuw heb moeten zeggen. Volgende keer, ik heb nog een dubbeltractie liggen die niet wil. Of een dubbeltractie, dat is echt niet goed. Twee motoren en één decoder, wat geen goed idee was. Dat wordt de volgende. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer. Oh, en like, subscribe. En deel met je familie, met je huisdieren, met alles. Bedankt.